punten zijn 3 punten. Dus in die zin ben ik tevreden. Over de uitvoering kan ik hier niet tevreden zijn. Nee, het was vandaag echt niet om aan te gluren. Ja, heel frustrerend, want ik vind dat wij in ieder geval een punt hadden verdiend in deze wedstrijd. Dat is denk ik niet best, maar lelijk winnen is ook winnen. 3 punten zijn 3 punten in de stadsderby. Ik denk dat het zeker niet gek was geweest als wij misschien een punt hadden overgehouden of misschien zelfs 3. Bij Excelsior overheerste afgelopen vrijdag de teleurstelling en bij Feyenoord vooral opluchting. Nadat de Kralingers binnen een mum van tijd voorkwamen, moesten de vrouwen van Feyenoord ploeteren om zich te ontdoen van de stadsgenoot. Iets wat uiteindelijk pas in de tweede helft lukte via invalster Pia Rijsdijk. Maar wat wel duidelijk was, was dat beide ploegen met de vele nieuwelingen nog wat tijd nodig hebben om ingespeeld te raken. We hebben een voorbereiding gehad die 8 weken geduurd heeft, maar ik heb eigenlijk pas de laatste 2 weken iedereen binnenboord. Dus we hadden nog wat blessures van vorig jaar, we hadden nog wat WK-gangers. Dus die moeten we inbrengen. Dat duurt gewoon wat langer schijnbaar als dat we gehoopt hadden. Als je kijkt dat bij Feyenoord lopen 5 spelers die bij ons hebben gespeeld. Die waren bij ons de betere. Als je ziet dat wij met 12 nieuwe meiden zijn gestart die allemaal uit een lager niveau komen. Dus belofte, competitie, amateurs. Nou, dan vind ik als wij op deze manier zo voetballen tegen Feyenoord dat we het niet zo heel slecht doen. Vorig jaar was het echt zo, had ik echt een hele smalle basis, kon ik bijna niet wisselen. Dus dan was het eigenlijk op maandag al bekend hoe we zouden spelen. Nu heb ik wel gewoon 22 mensen die wat meer aan elkaar gewaagd zijn, dus het is nu wat makkelijker om te gaan wisselen. Maar wat ik zeg, het moet allemaal nog wel eventjes wat meer wennen aan elkaar. De doelstelling binnen Feyenoord is dat we binnen 3 jaar meedoen om de bovenste plekken. Dus we hebben vorig jaar zijn we gestart, hoefde eigenlijk helemaal niks, dan mocht alles. Nu ligt de lat wel iets hoger, dus dat we hopen met 2 nieuwe ploegen erbij dat we nog steeds bij de eerste 5 kunnen eindigen. En volgend jaar moeten we dan gewoon de bovenkant wat meer aantikken. Dus dat is een beetje de doelstelling die Feyenoord heeft in de eerstkomende 3 jaar. En om die top aan te kunnen vallen, haalde Feyenoord veel nieuwe aanwinsten binnen. Waaronder Esmee de Graaf. De rechtshalf speelde de afgelopen jaren als fullprof in Engeland en hoefde niet lang na te denken toen Feyenoord haar polste om te komen spelen op Varkenoord. Geboren als Feyenoorder, hè? Dus ik ben altijd al een fan geweest en om voor deze club te mogen spelen is natuurlijk het mooiste wat er is, vind ik. Ja, is het dan echt zo sentimenteel dat je het grotendeels ook hebt gedaan, dat je zoveel gevoel hebt bij deze club? Ja, zeker als je dan voor het eerst die spelerstunnel uitloopt en je hoort de hand en dan kameraden, dan krijgen we even kippenvel. Ja. Vorig jaar echt wel gevolgd. Ik heb ook wel eens wat wedstrijden gekeken op zondag. Ik denk dat met de meiden die we er nu bij hebben, dat we een sterk elftal hebben. Wat ervaring, wat breder zijn we inderdaad. We hebben een goede selectie. Gewoon 22 mensen die fit zijn, dus de trainer heeft alles om te kiezen. Bij Excelsior liggen de verwachtingen iets anders. Sinds de intrede in het vrouwenvoetbal zijn de Kralingers veroordeeld tot de onderste plekken. En ook vorig jaar eindigde de ploeg onderaan. En ook dit jaar zal het team met een van de kleinste budgetten moeten vechten voor elk puntje. Ik denk zeker dat wij in staat zijn om dichter bij de andere ploegen te komen. En onze doelstelling is dan dat we meer punten gaan halen dan vorig jaar sowieso. Ze moeten veel mogelijk wedstrijden proberen te winnen en zo lang mogelijk in een competitie een rol van betekenis kunnen spelen, in welke vorm dan ook. Maar als wij aan het einde van de rit 2 à 3 clubs onder ons houden, dan denk ik dat we voor Excelsior het echt geweldig gedaan hebben. De kans dat Excelsior meer punten gaat halen is in ieder geval al groter geworden vanwege het feit dat de vrouwen-eredivisie is uitgebreid van 9 naar 11 ploegen. Met Telstar en Fortuna Sittard zijn er 2 nieuwkomers, maar de meningen hierover zijn verdeeld. De een ziet het als een positieve ontwikkeling, terwijl de ander vreest dat uitbreiding ten koste zou gaan van het niveau. Ja, ik heb ze natuurlijk nog zelf nog niet zien spelen, dus dat kan ik nog niet zeggen. Daar kan ik pas iets over zeggen als ik er zelf tegen gespeeld heb. Wat ik wel vind is dat het gaat niet zozeer om de hoeveelheid ploegen, maar het gaat om dat niveau omhoog gaat. Dus ik hoop dat de licentie-eisen dusdanig worden dat we niet meer dadelijk uitslagen hebben. Zoals je bijvoorbeeld ook op een WK had, of dat je een wedstrijd wint met 8-0 of wat dan ook, of verliest met 8-0. Want dan is het niveauverschil gewoon te groot. Dan is dat leuk voor die ene ploeg, maar voor de competitie is dat natuurlijk geen reclame. Nou ja, ik denk dat er genoeg talent in Nederland rondloopt dat wij echt wel 11 eredivisieteams kunnen vullen. Dus ik denk dat zeker wel goed moet komen. Kijk, in de praktijk moet het nog maar blijken hoe het gaat uitpakken. Maar er is genoeg kwaliteit in Nederland, dus ik denk zeker dat het wel kan. Ik ben blij met die teams, want ik denk dat juist goed is. Kijk, ik snap een topclub dat ze zeggen van we moeten meer weerstand hebben. Maar goed, we kunnen in Nederland ook andere manieren bedenken om het voor elkaar te krijgen, om een niveau omhoog te brengen. Hè. Een grote sponsor voor de hele competitie zou al
iedereen heel veel schelen. Wij hebben het kleinste budget, dus wij, ja, bij ons zou dat hartstikke goed uitkomen. De kwaliteit van de Eredivisie moet natuurlijk wel op een bepaald niveau blijven. En daarin is geld een hele grote speler. Als je ziet, de top 3 van Nederland, nou, we hebben heel veel geld. Ja, en de onderste niet echt. Ja, ik hoop dat dat natuurlijk ooit wel recht getrokken gaat worden. Maar goed, ja, dat is wel, geld is in het vrouwenvoetbal helaas iets waar, ja, het is gewoon zonde. Maar goed, ja, weet je, de competitie wordt wel sterker, wordt ook groter. Dus ik hoop dat het daar ook in een stijgende lijn voort gaat zetten. Zelfs bij de mannen heb je het dat een Cambuur Leeuwarden massaal inzakt en het zwaar heeft tegen Ajax. Daar gaan we ook niet tegen zeggen van jongens, laten we maar een paar clubs vallen. Dus ik denk dat het hartstikke goed is dat dit gebeurt. En ja, nogmaals, vanuit andere clubs kan ik me best indenken dat je er zo naar kijkt. Maar ik denk dat een groot gedeelte van de clubs juist hartstikke blij zijn met deze ontwikkeling.